start van alle. Hallo. Wacht, hè. Ik doe een verkeerde knop van hier, maar dat is met je peper. Oké, we zijn live. Voilà, Alida. Hallo iedereen. Zeg misschien je peper in mijn mond. Is dat nog goed? Want dat hangt wel al 2 jaar in ons huis. Maar, amai. Oh, die zijn lekker. Oh, maar die zijn wel... Oh. Amai. Spicy. Lila. Yes. Een tip. Als ik heel pikant heb gegeten, te pikant, wat moet ik doen? Zout. Ja, geef even zout. Ik heb echt te pikant gegeten. Oh, ja. Oh. Yes. Amai, dank je. Wacht, hè. Amai, ja, dat werkt, hè. Kay zegt, XYZ booster is zo goed. Kay, dankjewel. Je bent een schat om dat al te posten. Hey, Phil, Marie. Wacht, want ik heb hier eigenlijk verkeerde stroom gegeven aan een dier. Wacht, hè. Allee, hij moet dan cameraman zijn. Dan steekt de verkeerde stroom in. Precies op een beginner. Lila, ja. Wat gaan we maken? Vertel eens even. Wel, ik ben vandaag naar onze lokale viswinkel gegaan. Die heet Klatervis in Hoven. Wel, ja, en meer dat ik thuis werk, heb ik eigenlijk meer tijd om gewoon naar de lokale handelaar te gaan en eigenlijk daar een verse vis te gaan kopen. Ik ga hem al eerst pakken, dus we hebben hem al eerst laten zien, maar ik ga hem dan niet liggen in de ijskast, want dan moet ik eerst met andere zaken. Zeg, en gaan we daar patatjes bij eten voor de kids en wij volle rijst, of wat gaan we doen? Ik was daar juist in de kast aan het kijken. Ik wil eigenlijk terug geen haver maken. Ik heb dat vorige week gemaakt, maar dat is voor lekker. Ah ja, zie. Van wie is dat dan schoon? Ah, wel, die van de viswinkel heeft dat meegegeven. Ah, voor wat te doen? Dan ruiken je handen niet naar de vis. Oké. Cool, hè? Ja, dat is wel plezant. Tanja, Alida, ik lees even ertussendoor, want er zijn mensen die al vragen hebben. We gaan laten zien eerst, hè. Want Pascal, bonsoir. Wacht, hè. Ik terwijl film ik, zeg maar, ik lees even vragen. Kay zegt, doordat geen drang naar snoep, maar wel naar de booster. Klein vraagje, mag je zoveel drinken als je wil. De XYZ. Ik zou zeggen, neem 4 à 6 scheppen per dag. Dat is zeker genoeg. Bonsoir, Pascal. Voilà, je l'entend, mais voilà, tu vois, Lida. Plein cuisine. Yes. Allez, Alain, nu gaan we 5 minuten zwijgen. Ja, ik zwijg. Ik probeer. Ja, wel. Wat is dat voor een beest? Dat is... Forel. Forel? Die is een naam ben ik vergeten. Een haai, nee. Dat kan niet. Maar die was kei lief om te zien. Zo naar mij. Ik dacht, dat wel, ik kan een deen al pakken. En dan dacht ik, er was maar 1 vis van een deze. Het is wel iets lekkers, hè? Het is wel iets goed. Ik zeg gewoon de naam ontgaan me echt. Maar dat speelt geen rol. Met Google kunnen we dat wel vinden. En dat beest? Dat was Forel. Dat was Forel. En die? Kabeljauw. En dat was ook nog zo'n stuk, ik dacht van weten... Dat is wel veel, hè? Nee? Maar goed. Maar nee, je pakt een halve vis voor, per persoon. Oké, cool. En zie, en dat is heel dunnetjes deze eigenlijk, hè? Voilà. Dus ik dacht van, en de kindjes lusten eigenlijk ook heel graag vis, dus het zou kunnen dat die eigenlijk onderal... Allee, Thierry. Drie kwart van de vis eten. Allee, Thierry is ook aan het zien. Voilà, Thierry ging een kaas en wijn doen, dat gaat niet door. Maar dan kunnen jullie wel de rest hier dus, zien, hè. Ik kan dat eerst even terug in de ijskast steken. Zeebaars vragen ze hier, Alida. Oh ja, dat is hem! Voilà, Angelique, je hebt gewonnen. Voilà, ja. Dank voilà. U. Voilà. We zijn toch al met 40 in de keuken hier, zo. Voilà. Schitterend. Dus voilà, ik steek het even terug in de ijskast. Ah, dat was showtime of wat? We konden je niet eten. Dat was showtime. Alright. Voilà. Als jullie vragen hebben, ik kan ze live lezen op deze scherm. Dus type gewoon in op Facebook als je zegt van hoeveel gram of dit of dat. Dus hier, even reclame maken voor onze lokale visboer in Hoven. Voilà. Klatervis en een Thierry zal die ook wel kennen. Ah, voilà. Hopla, dus ik zeg dat even. Even ook vertellen, als je geen fillen wil, Bioplanet. Chill, relax, Mark. Van ons marketingteam. Mijn mama is er geweest ook, dus straks. Alles oké. Okay. Dus voilà, dat zijn maar de tips tussendoor. In onze winkel ook max 3-4 personen per keer is wel een coole om te weten, zeker in zo'n grote winkel. Alida, wacht, ik film jou voort. Wat gaat er uit de kast toveren? Hier, dat is zo'n chili dat ik niet heb gegeten. Ja, voilà. Dus dat hebben we hier al 2 jaar hangen.
Voilà, en hier zie je, ons kids eten ook wel eens gewoon dinges. Voilà. En dat had ik vroeger lekker zot. Alida, hoe was uw 4 uurtje? Ah, top. Ah, ik was gewoon te wachten, denk ik. Yes. Cantino, hey, top. Wacht, hè. Ik kan eigenlijk, want een haver hebben we vorige week hadden, ik kan eigenlijk een old-fashioned rijst, dat ik ook nog eens kan laten zien aan de mensen, gewoon old-fashioned rijst. Keilijker. Oké. Okay. Echte volle biologische rijst, dus dat moeten we daar als eerste maken, want... Ja, dus volwaardige rijst en ofwel de lange korrel, is dat een lange of korte korrel? Ronde. Maar dat speelt geen rol. Oké, let's do it. Kokend water, pot, toestanden. Ah, maar hier, ik vind dat wel belangrijk. Hier, vertel. Kijk eens. Hier, het staat erop. Hè. Compleet volwaardig. Hè, hier. Ja. Dus zie je dat pelletje? Daar gaat het hem over. Dat is het verschil tussen een volwaardig rijstkorreltje en een wit rijstkorreltje. Een wit rijstkorreltje is enkel dat wit ding hier. Wij hebben dat pelletje. Dat pelletje eten wij mee op, maar daar zit vol vezeltjes in. Ja, en het is doordat dat je langer moet koken, maar doordat moet je niet gewoon tellen hoeveel gram dat je ervan eet. En dat is grappig. Hé, hey, vrede vintage, hoe is het, Laurens? Gewoon, doe je ding. Eet het als je voldaan bent en dan kun je eten wat je wilt. Dat is eigenlijk dan terug. Oké, okay, Alida, pak me terug over. Voilà. Ja. Je gaat me hier niet kokend verbranden, hè? Want ik zie jou mijn eigen onder de kokend waterkraan. Ja, ja, wij zoeken een koekers. Dat is wel kei makkelijk. Dat is gemakkelijk, hè? Dat is leuk. Dat is convenient. Ja. En dan pak je een tas. Ik pak eigenlijk al onze ginger love tassen. Cool. Dat is mijn maat. Yannick zegt, hey Alain, Alida. Hallo, dag Yannick. Dag Yannick. Jullie kunnen dat delen ook als je zin hebt. Hè? Voilà, we gaan eens proberen toch wel met 100 samen te zitten in de keuken. Dat moet toch wel eens lachen zijn. Hè? Okay. Goed, Reza. De viavoirske mama, hè? Ja. Ik zou er... ja, mag het genoeg, Lila, dat ik jullie eens aardappelen in de week eten. Hè? Hou voor mij wel wat bij. Ja, dan doe ik ineens 2. Ja, ja. Miep zegt, Alida, juist rode biet, rode feta, gemaakt van Alida, gemakkelijk en kei lekker. Ah, dat is voilà. Cool, hè? En wij hebben trouwens gisteravond hebben we ook rode biet en feta en met rode ajam gegeten. Ja, ja, ja. Lekker. Attention, Alexis, parce que c'est le bouillon. Ah, attention. En ik doe 1 kopje rijst, 1,5 kopje water. Oké. Okay. Dus... Dat is wat? Oké, okay, mama, we doen een verre door direct aan. Hopla. Dus Alain, hoeveel kopjes zijn dat dan? Ik heb niet gevolgd, want ik was naar Alexie aan het luisteren. 1,5 per tas, denk jij? Nee, of wat was het? Zeg het nog eens. Dus, het is 1 kopje rijst en 1,5 kopje water. Oké, okay, 2 kopjes, 3. 2 kopjes, ah, voilà, ja, okay. 3 kopjes cool. Water. Voilà. Wat heb ik gewonnen? Niks. Niks? Oh, een citroen. Voilà. Hey Robby, top dat je erbij bent. Oké, okay, wacht, dan gaan we. Voilà, dat is de truc. Nu is het belangrijk. Ja, doe maar. Si t'assois, prends Alexis, là il y a l'eau, hein. Vas-y. Prends un verre. Hey Carolintje, hoe is Alida? Live cooking. Onze rapoentje. Oh, dat is een nieuwe pot. Power, alright. Goed gedaan. Zie, zie, zie. Dat was mijn fitness voor vandaag. In. Ina, goedenamiddag. Welkom erbij. Voilà. Gezellig. Voilà. Okay. Jullie mogen delen, hè? Dat is plezant. Doe maar. En dan, dus misschien nog eens even uitleggen. Rapunzelbouillon, dat is een. Tegenovergestelde van. Voilà. Geen smaakversterkers, geen suikers, geen rommel. Voilà. Ik denk dat dat een coole is om te weten, hè? Deze geeft gewoon echt smaak zonder troep. Voilà. Ik ga nu het water laten koken, dus ik zet hem op power eventjes. En voor mij is het belangrijk dat het water echt kookt. En ik pak ondertussen al mijn deksel. Nee. Ik ga het hetzelfde. Lager, lager, lager. Misschien hoger, lager. Hoger, hoger. Ah, bien fait, Alexie. Bravo. Ja, maar... Meid, dat... Eventjes, ja, Alain en Alexie die doen dat. Hé, hey Joachim, goedenavond. Ah, voilà, oké, okay, we got it. Oké. Okay. Oh, nu beginnen, Dalida. Wacht, het is toch niet helemaal begonnen.
Oké. Moet echt koken. Yes. Echt koken, yes. En dan? Yes. En dan koken, dan pak ik het scheel en zet dat erop. En dan doe ik dat op 3. Of op 4. Hey Lilian, goedenavond. Voilà. Oei, dat was nog te spannend, denk ik. Hè? Ja, ja. Dat is het toch niet? Je haalt me van mijn wijs. Ja, ja. Dus het moet echt koken. Echt koken. Echt broebelen, zoals ja. Alexie zegt. Hoe lang? Oké, wacht totdat je deze krijgt. En dan up naar 4. Boom erop. En dan nu gaat dat hier dansen, hieronder. Ja, zie je, dat begint zo wat te brusken. Ja, ik kom dichter. Ja, oké. Okay. Voilà. Dan zet ik dat op 40 minuten. Hup. CrossFit Babe, welkom erbij. Nathalie, welkom erbij. Greet, als jullie vragen hebben, yes. Shout, hè. Plak er alles 40 onder. Minuten. Ik lees dat voor Alida. Oké, okay. Zelf even al. Voilà, dit is niet voorbereid, dus dat is gewoon live cooking en zien wat er gebeurt, hè. Ja, dan gaan we even in de ijskast kijken voor de groentjes. Ja, kom, doe maar. Mee. Ik kom mee zien. Dus, ik had al gekeken, dus we hebben een knolselder, maar ik heb geen zin voor vandaag knolselder te maken. Nee. We hebben een hele hoop worteltjes en we hebben boerenkool. Nu, worteltjes of boerenkool? Dat is even aan het twijfelen. Ik wil al een wortel. Alexie, wil jij een worteltje? Een worteltje. Ja, oké. Okay. Een boerenkool, dat is een hele grote bak. Zit er en dat is in de pan. Mm. We zijn wel iets veel sneller. Oh, ik heb hier nog een stuk ramen, sorry Lia. De worteltjes. En dan moet ik die schillen. Ja. Deze is te zacht. Hetgeen dat we altijd zeggen, we moeten bijten. Hè. Dat is belangrijk van te bijten. Ja. Als we alleen die boerenkool gaan doen, dan gaat het te zacht groentje zijn en dan gaan we niet een voldoende. Voldaan gevoel hebben. Dat is toch, voor ons is dat toch een belangrijke. Ah, we hebben de volle rijst voor eronder te doen, anders. Allee, doe maar, hè. Ja, maar dat, ik vind het dan de eentonen. Dus, maar dat is in de pan en dat is sneller klaar. Deze steek ik ofwel mee in de oven, ofwel, we hebben daar 38 minuten. Als ik doorgoon, dan gaat het even veel. Ja, oké, we gaan gewoon doorwerken. Dus voilà, ik pak al hier mijn worteltjes. Ik ben blij dat ik film, hè. Dan heb ik, geen job. Eigenlijk kon ik dat de rest van mijn leven doen. Ik denk van, Alida, ik film. Toch 47 man, samen. Hey Lilian, goedenavond. Greet, Isabel, Jenny. Bijna geen mannen. Sylvia zegt, hey, hallo Alain, Alida. Sylvia, dat is lang geleden. Hoe is het met jou? Super lief. Alexie, als je nog een worteltje wilt, neem maar, hè. Misschien neem jij nog 3 worteltjes voor je zussen. Allee, 2 zussen. Dus 3 wortels. Ondertussen ga ik proberen met 1 hand. Dat gaat wel lukken. De pot is open te doen. Voilà, zie je? Dat broebelt zachtjes. Voilà, en je kunt deze rijst bijhouden 3-4 dagen. Hè? Perfect te doen. Dus hier, voilà, dan heb je niet veel job. Voilà. En toch wel lekker. Goed, perfect skinnyproof. En de fouten zijn... Misschien zal ik dat even ertussen doen. Hè? Wacht, hoe zit dat hier? Allee. Voilà. Wat kun je van fouten doen? Zie, dat is 6, 7, 8 kilo erbij per jaar. Als je gewoon witte rijst pakt. Ja. Gewoon rommel. Maar ook volwaardige rijst uit de supermarkt. Sorry, supermarkt, maar het is zo. Ja, als dat super, als erop staat, is binnen de 15 minuten klaar. Ja, dan, al die zeven, weet je, koop gewoon biospul. Voilà, dat dient daarvoor. Dat is de real stuff. Alles wat dat voorgekookt is en voorgemaakt is en snel klaar is, is allemaal een ramp. Het gaat goed met mij, alleen opgesloten. Ja, ja, wij allemaal. Daarom dachten we van gezellig samen streamen is toch wel goed. Hè? Dat is de eerste fout. Dan de tweede fout is gewoon, hoe noemt dat? Het merk dat jullie kennen. Ik ga nog eens herhalen. Voor de soepextracten. Hè? Daar zit de smaakversterkers in, suikers, van al een troep. Dus als je een zak chips gaat zien staan in een supermarkt, ga je erop vliegen, want je hersenen zijn zo zoet en smaakversterkend verslaafd. En je gaat ook niks anders niet meer lusten. Veel skinny lovers zeggen, hé, hey, maar ik lust terug fruit. Hoe komt dat? Dat is omdat je al die bucht niet meer krijgt iedere dag binnen. Dat is keizot. Voilà, ik denk dat dat belangrijk is. Wat kunnen we dan nog verkeerd doen? In goeie boter uw worteltjes gaan doen. Voor onze kids eten wel goeie boter. Hè? Maar mensen die overgewicht hebben, die eten olijfolie of geroosterde pompoenpietolie. Voilà. Dat zijn zowel plezante dingetjes dat ik ertussen kan vertellen. Ondertussen zien we eens... Alida, waar zijn we? Vertel eens even. Ja, we zijn hier. En hier? Oké, ik volg jou. Ik
gaan... Waar is die andere telefoon? Hier is er een telefoon. Ah, ik heb die even nodig om te zien wat er comments zijn. Wacht, hè. Wees wat nat. Normaal heb ik zo een borsteltje, maar ik zie het hier niet. Normaal heb ik zo'n borsteltje dat we zo goed de worteltjes kunnen afsnijden. Ja, maar dat is gone. Daar hebben de kids iets mee geschilderd, denk ik. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar ik zie eens nog een wortel komen halen. Voilà, je ziet, hè. Als je een dag geeft, dan eet ze gezond, spelenderwijs, hè. Oké. Voilà, wacht, hè. Wow, flying carrots. Yes. Dus we gaan dan beginnen, hè. Hello, Siska, is het. Hey, Siska. Cool. Je hebt nog tijd, wacht. Je hebt nog 35 minuten. Dat is niet waar. Oké. Maar nu moet ik toch wel even... En ik zit je niet allemaal worteltjes pakken. De worteltjes zijn voor ze wie. Papa ook een worteltje. Doe maar een aboe. Merci, gezellig. Voilà. Alida, vertel eens hoe boos dat je vroeger was. Als je geen zak chips had gekocht voor mij, dat was zot, hè? Dat was inderdaad... Ik was een slechte vrouw. Ik was geen goede vrouw. Geen chips in huis. Ik kan dat nooit vergeten. Ik heb dat... Ik heb nooit geen overgewicht gehad, maar ik kon dat ook niet verstaan bij een lijfel die een drang had. Ik zeg, hoe kan dat nu? Ah, je wordt echt zot. Maar nu, met heel goed verschil, maar inderdaad, dat is... chips is... twee keer op een jaar of zoiets dat dan nog binnenkomt voor een of andere reden. Hopla. Ah, we gaan gebied de worteltjes doen met de mandoline. Ja, ik vind dat een goede idee. Oké, cool. Ja. En dan body kan ik die zo snel en dun, kan ik die dan schillen. Goed. En dan doe ik er... ik ga ze ietsje pikant maken. Dus ik kan er eigenlijk een klein beetje pikante olijfolie bij doen. En dan ajuin kan ik erbij doen en zo'n beetje look. Ik heb er wel zin in. Dat smaakt goed af. Voilà, fantastisch. In worteltjes, dat mag ik zeggen, want we gebruiken geen wortelen in dit product, dat we verkopen niet. Er zit veel beta-carotijn, moet dat maar eens googlen waarom dat goed is. Voilà, dat is belangrijk. Ik zie niet alle wortelen op eten. Ja, dat is het onverwachte van de live, hè, Alida. Voilà. Alexie, ga eens kijken. Heb je al wortelen aan je zusjes gegeven? Ja, en waren ze blij? Een beetje. Ah, heb je die van Aurélie gepakt? Zie je zo snel dat ik kwam? Voilà, fantastisch. Ik kijk nog eens even in de pot hier. Anneke, welkom erbij. Dat kan ik ook doen. Zie, op 4 blijft dat lekker voortbroebelen. Ja. Dat is top, hè. Hey Sophie, voilà, 32 minutes. Dat is, hoe noemt dat? Chef's Table of ik weet niet hoe. Die hadden ook zo een uur of zoiets voor een gerecht te toveren, hè. Ja. Maar we gaan hier niet een uur in de keuken staan, hè. Dat is niet de bedoeling. Nee, het zal eigenlijk 40 minuten zijn met onze volle rijst. Ja? Oh ja, je moet toch 40 minuten opstaan, dus dat wil zeggen dat we 40 minuten in totaal hebben. Ja. Hey, zie je zo snel dat ik hoor? Amai, fantastisch. Hey, maar ik moet wel zeggen, dat is wel een goed dingetje. Kastor. Ja. Nee, dat is wel een hele goeie. Dat is geen chique, maar die marcheert waanzinnig goed. Ah, voilà. En wat gaan we zometeen met die vissen doen? Dat gaat ook aan doen. Claudia. Alida, live cooking, Claudia. Claudia, vertel eens voor de anderen. Claudia en Peter zijn 40 kilo samen kwijt of zoiets. Is ook wel plezant. Voilà, Claudia zegt, allee, ik hou het simpel. Ik maak heel veel met boek kwijt. Wij zijn volle rijst aan het koken. Alida is worteltjes erbij aan het maken. In de oven gaat er een vis. Gaat je die groenten ook in de oven smijten, of niet? Yes. Katrijn vraagt wat je weet behalve wortelen. Volle rijst erbij. En vis. En boerenkool. Ja. Voilà. Dus dat komt allemaal goed. Maar lief dat je dat vraagt, Katrijn. En super tof dat je geïnteresseerd bent. Voilà. En wij eten altijd dat we voldaan zijn. Een leuk, goed, gezond gevoel. Dat is belangrijk. Dan doe je niet je best. Meer dan 50 kilo zijn ze samen kwijt. Claudia en Peter. Fantastisch. Dat is eigenlijk de waanzin. Ja. Schitterend, hè. Had jij rond in ongezond geweest, Alida, dan had ik dat ook gehad. Ik was maar 25. Claudia zegt, wij zijn ook nu aan het koken. Ah, top. Leuk. Voilà. En wat zijn zij aan het koken? Ah, Claudia, wat ben jij aan het koken? Vraagt Alida. Misschien kom ik filmen. Ja, dat mag nu niet. No. Alexie is weer met een wortel gaan lopen. Ja. Maar hij vindt dat wel plezant, hè, Alida. Ja, dat weet ik. Voilà. Beter als met een chips. Voilà. Dat is iets leuk ook, hè, waar je van alle leuke vormpjes mee kunt doen.
Ja, dat is een mandoline. En hier altijd goed opletten met je vingers, hè? Ja. En ik zie een hele. Dat is ook als wij bijvoorbeeld van die kersttomaatjes op tafel zitten, dan zijn die eigenlijk allemaal opgegeten. Hoe leer je dat aan tafel gaan, bij wijze van spreken? Claudia zegt, vanavond is het bij hun rog met prei en grijze garnalen met boekweitkorrels. Oh, hey. Alright, voilà. Bangelijk. Top, top. Lekker. Ja, inspiratie voor de volgende, hè. Dus, Katrijn, wat eet jij vanavond? Misschien ook nog cool om te delen. Skinny Lovers, wat eten jullie vanavond? Vertel eens even, dan kan ik zien of dat wat klopt, ja of nee. Dat is misschien een goeie. Ja, dat is een plezante. Het post is waar jullie aan het eten. Hey Julie, voilà, Alida live cooking. Pas op voor uw vingers, hè. Geef de laatste stukjes misschien aan Alexie. Dat is nog wel plezant. Aurélie, comment la carotte, Reza? Très bonne. Très bonne? Oui, toi tu peux avoir les petits morceaux que maman donne, parce qu'autrement on n'a plus de carottes de suite, hein. Oh. Alexie, attends une seconde, s'il te plaît. Ah, Anaïs is aan het kijken. Angelique, die zegt, wij hier haver met spinazie, pikante spread van tomatensaus. Top, top, top. Opeten, maar je kaken kraken, zegt Julie. Ja. En Anaïs is zo kan zien. Amai. Voilà. Voilà. Zie je mooi. Zie je ze mooi. Voilà. Schitterend. Goed gedaan, Lila. Laat. Ja. Nathalie, die zegt, ik heb een slaatje gegeten met venkel, paprika, komkommer, rode ui, gerookte zalm en Craving Killer Party Mix. Nathalie, topper. Dat kan ik pinnen, want dat is mijn favoriet. Kan ik dat pinnen of wat kan ik daarmee doen hier? Nee, precies. Op Instagram. Ah ja, opmerking vastzetten. Chapeau. Top. Hey, Facebookers. Ik hoor jullie niet. Zeg eens wat jullie allemaal eten. Ben benieuwd. Als ze niet antwoorden, Alida, zal het niet skinny-proof zijn. Dus doe maar eens. Ik ben zelfs bezig, hè. Nee, maar ik zie, er zijn er veel om kijken. Maar wacht, ik ga even zien hier. Voilà. Maggie, goedenavond, superlief. Hallo. Dat doe je goed, Aina. Robbie zegt, ik volg. Top. Hey, Robbie. Fantastisch. Super lief. Voilà. Dan wensen jullie allemaal een goede gezondheid. Stay home. Om 8 uur gaan wij allemaal handen klappen voor al het medisch personeel en alle mensen die voor het zorgpersoneel. Katrijn zegt, ik eet vanavond een stoofpotje met vis, zeevruchtjes, Provençaalse groenten en rijst. Ik moet er nog aan beginnen, maar jullie houden mij tegen. Ah. Ik denk dat u kunt samen met ons starten, hè? Ja. 3, 2, 1, go. En de rijst is toch biologische volle rijst, hoop ik. En dan is het niet van de mensen die zeggen, man, rijst is niet bio. Nee, het gaat over dat het vollewaardige rijst is. En Karin die zegt hier, het begint binnen te komen. Super lief dat jullie het schrijven, Facebookers, niet alleen de Instagrammers. Hier een stukje zalm met boekweit en van alle groentjes, gele, rode rode paprika, aubergine, courgette, look met hot en spicy. Super tof. Amai. Het begint. Ja, ze komen los. En wel, kijk cool. Nee. Prachtig, Aurélie. Prachtig. Alexie, pas op, hè, want dat is gevaarlijk voor uw vintjes, handjes, hè. Los. Zie eens. Amai. Dat is wel grappig, voilà. Hè. Petra zegt, hier rest met kip en Provençaalse groenten. Petra eet zeker volle rijst erbij, of boekweitkorrels, of iets anders van trage, complexe koolhydraten. Heel belangrijk. Of je smijt er de partymix over. Hè. Daar zit alles in voor je gezondheid en om hun hongers te stillen. Dus cool. Als jullie nog tips hebben, wat jullie, post maar even. Dat is super cool. Hè. Ik bedoel, Alida en ik gaan proberen deze ritme aan te houden van te streamen. Minstens 3, 4, 6, 12 keren per dag. Maar ik laat Alida dan vrolijk werken in haar bureau hier beneden. Maar ondertussen kunnen jullie mij volgen wat ik allemaal uitspook. Van de avond toe misschien een yoga-sessie. Alexie, notation, c'est dangereux, gezel. Maar voilà, als jullie nog ideeën hebben, shout. Maar ik zou zeggen, keep on posting, ook in de community. Ik heb een vraag, want we wouden ook livestreamen op YouTube. Misschien wel leuk, want YouTube laat niet meer toe van live te streamen of je moet 1000 volgers hebben. Nu, wij hebben in totaal 40.000 volgers op alle channels. Dus ik denk als jullie met z'n allen al eens beginnen ons YouTube-kanaal te volgen. Het heet gewoon Skinny Love België.
dat zou de max zijn. Dus ga even naar YouTube, volg Skinny Love België. En dan gaan we binnenkort kunnen. Sylvia zegt, allee, ik moet weg. En Alida, fijne avond. Bye-bye, super lief dat je erbij was. Voilà. En dat gaat de oven in, Lila, die wortelen of wat? Ja. Ik kan daar ook nog Ayaan en Loop bij doen. Ayaan en Loop, oké, voilà. Loop tegen de boze geesten, ik kan geen kwaad in deze tijden, hè? Voilà. Avidu, dat is flink, hè? Top, top, top. Sandy, welkom erbij als je vragen hebt. Yes, wacht, hè. Dus Loop is geen mirakelmiddel, maar is gewoon keigezond, hè? Voilà. Het is wel versterkt. Allee, ze ja, zeggen maar ook, hè, dat het, als je dat leest online, dat het antiseptisch is en ook versterkend. Ja, dan moeten we maar googlen. En laat ons zeggen dat wij dat gewoon gebruiken omdat dat gezond is. Maar dat is keigoed spul, hè? Ja, goed spul, hè? Zeg, we mogen dan toch niet met buiten. Dus niemand dat daar last van heeft, hè? Buiten wij zelf. Hè? Maar dat is oké, okay, wij vinden dat best oké. Okay. Niet alle worsteltjes opeten, kids. Voilà, toch met Loop kan je mensen op afstand houden. Ja, en misschien nog wel vampieren en andere ongezonde dingen. Voilà, cool. Ondertussen gaan we zien naar de volle rijst. Ja, maar niet elke keer over doen, want dat is wel plezant, hè. Ik heb zo'n beetje rooksignalen. Voilà, zie je dus. Wauw, op vier. Pas op, Aurélie, dat is heel warm, hè. We hebben nog 24 minuten, Alida, en dan moet alles af zijn, hè. Maar mijn god, ik moet wel iets snel zijn. Ja. Speed it up, speed it up. Maar je ziet, wel plezant. Deze is live, de camera. Nee. Non, Alexis, dat is super dangereux. Jamais toucher avec tes doigts une mandoline. Jamais. D'accord? Ja, het is inderdaad zo, een mandoline is echt gevaarlijk, maar dat is zo scherp. En zelfs met de worteltjes, de laatste 3 centimeter eigenlijk, die eet je zelf op. Die, ja, gewoon zelf opeten. Niet blijven zo raspen, want dan heb je wel de kans dat je eigenlijk in je vingers gaat raspen. Ja. En ik wou juist eventjes zeggen, zo met het snijden van look of het snijden van, moet ik het zeggen, ajuin, etc. Ik heb wel dat gisteren, wanneer was dat ik het gekocht? Vorige week. Zeker met ajuin, als je lenzen in hebt, heb je veel minder last dat dat prikt in je ogen. Ah, en heb jij nu je lenzen in? Ja, waarschijnlijk wel. Ik had dat vorige week niet. En subiet gaan we ajuin snijden en dan heb ik gewoon geen last. Dat is zo grappig. Voilà, een gouden tip eigenlijk. Ja, dat wel. Want de mensen die ofwel brillen ofwel lenzen hebben, als je ajuin snijdt, dan gewoon je lenzen niet doen. Cool. Geef maar eens wat likes aan Alida, dat is ook wel plezant. Kei tof. Als jullie vragen hebben over Skinny Love, shout ondertussen. Dus loop erin, zie, wat kun je nog van fout doen nu? Dat is een goede klomp solo of een goede klomp boter erin. Dat scheelde weer al 4-5 kilo per jaar. Dus zie, wij, ik ook, hè, ik verstond niet hoe dat het kwam dat ik continu bijbleef komen. Hè. Al was het bio. Dus dat zijn allemaal fouten wat ik zelf van heb geleerd. Hè. We hebben alleen maar biospul thuis. Maar ja, je kan bioboter erbij kappen en deze en dat. Wat ga je er nu in doen, Lila? Naar en dan als ga je er wat water of olijfolie of iets anders in doen? Ja, dat is voor subiet, hè. Dus ik ga eventjes de vliezige roppen. Gaan we daar weg. Dat kennen we nog, hè, van vroeger. De vlezige en de vliezige. Deze is de vliezige roppen. Doe ik van de ui. En dan snijd ik die eventjes gewoon zo, echt niet moeilijk. Hey, tante cabine. Christophe, comment ça va? Voilà, Alida is fantastisch aan het koken. Zeg, Alain, loopt eens een beetje. Ik heb 2 gsm's vast, zie. Ja, je ziet dat niet. Wacht, ik kan dat wel eens doen. Hier, voilà, hier is er ene, hier is de andere. Voilà, dan kunnen jullie zien. Maar ik ben eigenlijk blij, ik vind dat wel eens cool, dat ik niks moet doen. Voilà, stukjes dat je eigenlijk die halve maandjes hebt. Alida, by the way, je doet dat schitterend, hè, want ik heb jou er zomaar ingesmeten in die lives. Ja. Maar ik dacht van, ja, Alida, je nog wel 3 minuten tijd op een dag. Tu dois avoir une batterie? Non, c'est gentil, tu peux. Maar wel plezant. Voilà. Nog een jaar. Ja, en dan ga ik ze bieden, de olijfolie bij doen en ik ga er inderdaad een klein beetje water bij doen. Ik doe dat eigenlijk altijd een klein beetje. Ik pak een stukje naar Jan. Hé, Philippe. Dat wat kan stoven in de oven. Stoven in de oven. Stoven in de oven. De oven staat op? Op 180 graden. Oké. Okay. Zeg maar, Alain, ik heb toch niet gezegd dat je dan bake moet zetten? Ja, weet ik ook wat ik dan moet zetten. Dat moet op... Oh, Sandy zegt, ik krijg al honger. Voilà, cool. Duik er maar in. Voilà, zie, die is top, hè? Wacht.
Wacht, hè. En dan... En dan hier in ons boerenkool. Dat is voor sabiet. Dat is voor sabiet. Doe maar, doe maar. Op wat ga je dan overzetten? Sabiet of roast. Misschien kan ik er wel eens een grappig ding in leggen dat je verschiet in de live. Zo, ah! Nieuwe olie dat we hebben gekregen van Lombardia-klanten die op, in Griekenland wonen. Op vasteland. Voilà. Goed. Je hebt gezien, Alida meet niks af, gelijk alle goede koks. Nee, dat was zo moeilijk. Abdella zegt heerlijk. Nadia krijgt mee. Hallo. Ik ga dan een klein beetje water... Ik dacht dat je zeepsop ging pakken. Nee, nee, nee. Ja, dat is osmosewater hier. Flop. Dus dat is gefilterd water van de kraan. Ja, dat moeten we al niet met flessen sleuren, dat is toch gemakkelijk? Nee, is ecologisch, hè? Voilà, cool. Wacht, wacht. Even nadenken. Doe maar, doe maar. Even een pikant pakken. Dat is onze pikante olijfolie. Ja, cool. Ja. Maar een klein beetje grote bouillon. Ah, in dat water doen. Oké. En dat water? Ja. Wat daar op de worteltjes, ook lekker. De gingerblast. Ja. De gingerblast zou niet slecht zijn, hè? Ah, hé, dat is een goeie tip. Ja. Je doet een tikje gingerblast, thyme, saline. Ik heb hier een doos open, Lila. En dan een klein beetje pikante olijf. Ja, niet te veel voor de kids, hè? Nee, nee, maar dat moet zo... Ja. Oké. Ik moet altijd lachen als ik dat nu doe met jou. Dat ik zo bij Piet Duizend eruit zo 100 keer heb Maar dan moesten we dat 1000 keer opnieuw doen. Want dan ah ja, was die cameraman, dan stond hij zo hier. En dan was het van, nee, toch niet goed. Terug die wortelen raspen, terug doen. Deze is gewoon de real stuff. Ziet er al, je kreeg dat ook, dat is plezant, hè? Voilà. Gingerblast, thyme, saline. Ik heb hier niet open. Wat? Ah ja, ik drink dat niet al een dag. En de kids ook, daar. Ja, wat ik film. Voilà. Hey Monique, goedenavond. Oh, Alain, je moet de tekst erin. Alain, hoeveel mannen online? Ja, en wel mannen, ik denk niet te veel, hè. Jij, Philippe? Voilà. Ja. Lila. Ja, dat is spannend, hè. Dat is meer dan genoeg. Ja. Strong stuff, maar ja, dat werkt, hè. Ariana, goedenavond. Deze heb ik erop gedaan. De gingerblast, thyme, salie. Thyme en salie extracten en gember extracten. The real stuff, geen gemalen rommel. Dat het Azië komt. Nee, voilà. Dat komt uit een biologisch gecertificeerde Franse vallei. Voilà. Ons kids die zijn wel gewoon van spicy te eten. Hè? Ja, het is maar dat je het weet. Ik denk dat andere mama's kan zeggen, amai, die kids die eten hier en die papa's van, wauw, wat is deze hier? Hè? Wat zoekt u nog? Ik weet niet, ik kijk altijd. Ah, oké. Okay. Hebben wij niet nog andere nootjes? Nee, geen nootjes, zaadjes. Zaadjes, ja, daar is nog een pot. Hier. Ah, hier. Ja. Ah. Deze. Zonnepietjes. Ja, dat is er allemaal. Ja. Maar ik ga het wel doen. Ah, maar je schiet er een schwung, Alida. Top. Voilà, toch tussen de 30 en 40 man die live aan het kijken zijn. Hey Gabi, welkom erbij. Als jullie vragen hebben, voilà. Shout, hè. Dan moeten we dat snel in de oven steken. Hupla. Hoe lang gaat dat in de oven? Al tenminste 17 minuten. Tenminste 17 minuten. Omdat we nog 17 minuten hebben voor... Oké, op convection bake? Nee. Nee. Fout. Moet je afzetten en terugstarten. Off. Ja. En dan on. En wat gaan we doen? Convection roast. En dan 180 graden enter. Oké. En wat ligt voor mij? Alsjeblieft, als ik dat nee? film... Ah, oh, staat dan. Oké. Voilà. Yes, nou wat gaan we nu? Stegen de kronen, hè? Nee, dat valt goed. Hoeveel minuten nog de rest? 16. 16, hij ziet er al prachtig uit, hè? Ja, maar nu moeten we dat deksel erop laten, hè? Ja. Oh, dat ruikt al heel lekker, hè? Ik zeg dat altijd, ik leer dat als kids, hè? Als restaurants open zijn, ga gewoon eens ruiken waar dat de damkap is. En als dat niet naar eten ruikt, moet je dat niet binnen gaan. Dat klinkt heel raar, maar echt eten ruikt lekker. Andere eten ruikt niet lekker. Je hebt sommige restaurants waar je voorbij komt dat je denkt van, maar wat is deze hier? Dat ruikt naar, ik heb geen woorden voor dat. Maar voilà. Maar dan moet je, dat is een goede truc. Als je zelf kookt ook, ruikt dat goed? Dan weet je van, oké, ik ben goed bezig. Ik ga nu de boerenkool gaan een beetje wassen. Oké. Voor al de nieuw die erbij zijn, wat eten jullie van de avond? Post maar iets erbij, dan kan ik zien of dat het skinny proof is. Gebruiken jullie deze of gebruiken jullie iets anders? Is wel een coole.
Hey Lenneke, top. We gaan boerenkool, een topper om gezond te worden en fit. Voilà. Ja, ik ga hier toch altijd wel goed spoelen, want er kan wel eens een beestje links en rechts zitten. Zo verstopt. Een biobeestje. Dus dan spoelen we die. Het is met allemaal hier lila. Nee? Die zit in gewassen? Ja, misschien. Hier. Voilà. Hendrik, goedenavond. Je bent de vierde man die erbij is. Maar dat is wel heel, dat is waanzinnig gezond ook, hè? Boerenkool. Ja. Een bron van mineralen. Ja, en eigenlijk moeten we gewoon... Zeer voedzaam ook, hè? Je hebt een lang voldaan gevoel met dat ding. En voor ons immuunsysteem moeten we echt... Ja, alle groentjes, zo een mengeling van alle groentjes. Ze zeggen dat vaak, hè. Eet in kleuren, eet verschillende kleurtjes. Dus wij eten al oranje en wij eten al groen. Voilà. En hoe ziet de rijst eruit van kleur? Wat ja, is dat? Ik spreek over de groenten, hè. Ah ja, ja, maar de rijst is toch, wat is dat? Lichtbruin. Beta-carotijn in de wortel. Ah, oké, ik had hem niet door, Alida. Over groen gesproken, want er was iemand die zei van Alain, de matcha spread is kei lekker, maar de kleur is raar. Ik ga proberen met twee gsm's. Ja, ik heb... Zie, hij is smeuig, hij is onwaarschijnlijk lekker. En hoe komt dat groen zien? Ja, door de matcha, hè. Dus matcha is de beste groene thee ter wereld. Je moet natuurlijk weten van waar dat je hem koopt. Je kunt ook Chinese kopen die radioactief is. Dus deze is bio-gecertificeerd. En... Top, lekker. Hongerstillend en afslankend. Voilà, was even er tussendoor, tussen de stream van Alida. Even terug, voilà. Hoe zit het met onze boerenkool? Yes. En waar gaat die in? Ook de oven in of wat? Nee, dat doen we in de pan. In de pan. Flash in de pan. Flash in de pan. Maar even zo... Een klomp goede boter? Ah nee, geen goede boter. Ik zet ze al op 5 of zoiets. Nee, ik zet er nog niet op. Ah, ik zet er nog niet op. Oké. Okay. Ik blijf vanaf. Oké, okay. Live de boerenkool. Nog verwerken, hè? Ik moet er nog aanwerken. Ik zal het proberen. Ja. Dat is voor de vissen, of wat? Die schaal. Ja, nee, nu gebruik ik dat even voor het snijden van de boerenkool, hè? Oké, okay. Hey Rita, welkom erbij hier in de kitchen. Stress. Mijn mama vindt hem super lekker, de matcha spread, zegt Sandy. Kei lief, dankjewel. Ja, hij proeft fluweelzacht en hij werkt echt, dus dat is plezant. Alida, cool hè? En jij die dacht dat de skinny lovers dat niet gingen lusten. Je ziet hè? Maar ja, die drinken al kei veel skinny love in de morning. En dan vinden ze dat natuurlijk wel goed hè? Dus plezant om te weten toch hè? Kei cool hè? Het was wel belangrijk dat je voldoende tijm, salie, nog extra ginseng, dat er eigenlijk allemaal in zat. Dat is een foutje. Dat is de booster. Ja, je hebt over de booster. Nu hebben ze het over de matcha spread. Ah, oh my god. Zie je? Ja, ik was even met mijn groentjes. Maar dat is niks. Ik weet het Lenneke zegt hier kip met champignons, broccoli, gele paprika, courgette met heel veel soorten kruiden en zilvervliesrijst. Ja. Top, Lenneke. Voilà, fantastisch. Die gaan we ook eens pinnen, hè. Voilà, opmerking vastzetten. Fantastisch. Iemand die. Ja, doe maar, zeg maar. Ik snij de boerenkool gewoon heel grof. Het is ook gewoon makkelijker van dat zo in je pan te doen. Omdat je als je dat ziet, is dat niet zo evident. En voor later op je bord ook, dan is dat al iets gesneden. En zeker voor mijn kleine kinderen ook. Is het ook makkelijker als je het al iets te voorsnijdt voor je. Hey Jan, welkom erbij. Charlotte, Els, Katrien. Amai, allemaal nieuwe. Mensen aan het kijken. Enjoy, we gaan proberen dat ritme van live cooking te doen iedere avond. Dus voilà, je kunt live opzetten en gezellig of erna kijken of zoiets. En als jullie vragen hebben van zich, maak eens dit of dat, dan willen we dat gerust doen. Hey Serge, goedenavond, top. Misschien kun jij ook delen op de Skinny Chef page. Zie maar, ik hoop dat iedereen zijn gezondheid goed is. Vele groetjes van ons, stay home and stay healthy. Onze vogels zijn serieus aan het zingen. Ja, voor degenen die de live hebben... Alida, die had de vogels gezien? Live making love? Nee, maar ik heb het je wel horen vertellen. Ah, voilà. Dat was wel echt grappig. En ik dacht dat dat twee vrouwtjes waren. We don't know. Voilà. Die alle twee eigen liggen? Ja, we snappen er niks van ons vogels. Maar bon, ze zijn kei cool. Voilà. We noemen ze toch Antoinette en Arthur. Ja. Dus, en het was toch Arthur die op Antoinette zat. Dus wel grappig. Voilà. Toch met een veertigtal aan het kijken. Dus ja, en niet te vergeten, de gele, Arthur, die is aan de winkel komen vliegen. Hè? En ik wil zeggen, ineens stond hij aan de winkel
Maar in Conti, hè? Een jaar geleden? Ja, ja, nou, al meer. Bijna anderhalf jaar. Hè? Anja Baart wil mee streamen. Dat is nog wel... Ah nee, ze had een verkeerde knop geduwd. Degene die mee aan het koken zijn en die zeggen van kom, ik wil wel mee streamen, duw maar op de knop. Hè? Hey Rita, top dat je erbij bent. En koken voilà. Samen. As gewoon one big happy family. Grof fijn snijden. Ja. Hoe noemt dat? Grof fijn snijden. Ja. Grof fijn snijden, ja. Schat. Maar wel mooi gedaan. Lila, zo in die pot. Schitterend. Als ik eens een boek maak, wilde jij mee de groenten snijden. Oké, Anne. Maar mijn job is ook wel zwaar, want ik zit aan het fitness. Ik zeg altijd aan skinny lovers dat ze niet moeten sporten, maar ik heb hier die twee gsm's vast de hele tijd. Voilà. Cool. Goeie boter in de pan en dan wat kippenkruiden erop. Nee, joking. Hè? Voilà. Weet, ik zeg alle foutjes die mensen gewoon doen. Deze is net de real stuff. Wacht, ik film, hè. Oké. Okay. Wat ga je erin doen? Ik kan dat niet op een te hoog vuur doen. Magnificent 7, oh, 6. Oké, okay, spannend. Olijfolie. En, let je doen. En vertel eens, Alain, hoe zou jij de boerenkool doen? Vertel mij een keer. Ah, gewoon wel erin smijten. En wat, dan, wat erin smijten? Een beetje olijfolie nu. Ja. En dan de boerenkool erin smijten als het goed warm is. En dat ziet eigenlijk een beetje fleur de sel erop. Ah, ik wou juist zien, je gaat toch een beetje kruiden. Ja, fleur de sel, maar niet te veel. Ik vind dat kei lekker zo. En eigenlijk, de truc is, omdat zo, als het blinkt, is het ready. Dat is gelijk spinazie. Dat dat niet zo plat en drits is. Voilà, dat bedoel ik. Oké, okay, dat verstaat iedereen wat dat moet zeggen. Voilà. Maar, wacht even. Lila, de vis, de vis. Oh, de vis! Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan eerst de vis doen. Eerst de vis? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, spannend gezien. Goed dat je... We zijn er weer aan het babbelen. Zeg, straks is alles klaar dat we gewoon die vis vergeten. Die vis, ja, maar ik dacht, zeg, gaan we nu geen vis eten? Want dat is niet moeilijk. Dan zeggen die mensen, ja, die skinny lovers, die eten alleen maar wortelen. Daar gaan we niks mee doen, hè. Wortelen met volle rijst. Heb je die nog een schaal? Ah ja, die steekt er al in. Die steekt er al in. Pakte die dan? Ja, ja, pakte. Ah ja, ja, wacht, dan doe ik het zo. Ja. Avondstress in de keuken, maar het valt nog goed mee, hè? Nee, dat valt niet. Voilà. 42 man, verlassing, allemaal in ons klein keukentje. Yes. Niet, klein keukentje valt niet goed mee, dicht, hè? Niet te dicht, hè? Ja, 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 ja. Maar ik zeg alles toch. Als dat je aan die vis denkt. Andrea, welkom erbij. Voilà, we zijn hier live cooking. Serge, wat ben jij aan het maken van de avond? Vertel eens. En Chantal en Rita en Andrea. Zeg maar eens wat jullie maken. Wij zijn bezig. Allee, Alida is bezig. Ik film. Dus terug de vis. Terug de vis. Terug de vis. Yes. Flying fish. En jullie weten dat ik 3 verschillende soorten vis heb? Ja, mee en aan schoon gevonden. Ja, maar ik heb dan schoon niet gedaan. Ah, oké. Okay. En die kruiden ook nog niet bij. Nee. Misschien lees eens. We gaan eens zien. Maar nee, want je hebt er straks dat merk gezegd. Maar van die winkel. Maar vertel eens. Misschien doe ik dat. Als je kookt, jij voort. Ik zal eens zien. Ja. Ben benieuwd. Dat is altijd spannend. Maar ik film even voor jullie, dan kan ik... Voilà. De vis... Ah, zie. Dat is al wel belangrijk, hè. Ik ga het laten zien, maar ik ga niet het merk laten zien. Zie. Jullie weten dat ik geen kwats vertel, maar wacht. Hoe ga ik dat doen dat ik dat merk niet laat zien? Gaan we die eerste vis... Nee, ja, maar doe jij maar uw vis. Ondertussen vertel ik dat wel even. Zie, de ingrediënten. Zout, 87%. Dan smaakversterker. Hebben jullie dat gehoord en gelezen? Jullie eten smaakversterkers van 's morgens tot 's avonds. En het is dat dat ons brains gewoon compleet naar de kloten maakt. En dat je dat weet. Dan specerijen. Dan voedingszuur en dan wat kruiden. Dus je ziet, het is die smaakversterker dat iedereen fucking yo-yo maakt. Als je dat weet en dat kappen zien alles. Dus heel belangrijk voor te weten. Okay. Voilà. Dus je ziet, je gaat gewoon bij de vis dat kunnen inkappen. En dat ziet. Oké, okay, de vis. Alida. Zeebaars. Ik was daar straks de naam kwijt, maar een vriendelijke skinny lover heeft het mij er doen aan die liederen. Wat ga je doen? Die terug in het water zit nog? Ja, ik heb dat altijd. Ik wil dat zo absoluut een keer spoelen zo. Oké. Okay. Lenneke die zegt, sorry, moet jullie verlaten. Op die tuur bel ik met mijn ouders in Trust uit. Smakelijk, oh, dankjewel. Super lief. Ja. Ja. Mijn mama is in quarantaine aan de zee, maar we hebben al gefacetimed met haar. Ze is met caramel. Hey Kelly, goedenavond. Top dat je erbij bent. Voilà. De first fish is erin. Ik doe dat niet bij zalm of kabeljauw. We doen dat alleen vissen zo met
De hele vis, de volledige vis, wat is gebeurd? Oké. Gezondheid. Dank je, dat is van die wortelen. Ah, ja, Alida is serieus allergisch aan wortelen, rauwe aardappel, aan heel veel groentjes en fruit. Ook aan stevia, aan van alles, hè, Lila? Aan soja. Ja. En dan begint Alida te niezen. Dus het is nog steeds niet van het beestje. Alle geluk. Voilà. Daar zitten al ons twee vissen. Ja. Waar is de derde? Wacht even, Alain. Verstopt. Maar ik kan die misschien in een ander ding doen. Deze eerst zo doen. Ja? Start eerst met olijfolie. Een goede klont boter? Ah nee. Voilà, nee, dat scheelt ook al een hoop kilo's. Voilà. En maar je hebt gezien, very simpel, hè? Zie, je krijgt een pakje kruiden bij de viswinkel, bam, smaakversterker. Dus don't forget. Dat is een biolimoen, want toch anders eten meer pesticiden dan wat anders. Ook niet slecht om te weten. Zeker als je de pijl mee gebruikt. Ja, ja, ja. Ik doe gewoon de pijl volledig. En doe je dat in de vis, op de vis? Ik vind eigenlijk, als ik zo bijvoorbeeld, er was iemand prei aan het maken, als je zo een hele hoop prei en dan tomaatjes zou doen en dan ook wat citroen, dan kun je perfect dat eigenlijk hier rond doen, in je schotel. Maar nu vandaag doe ik het zo. Ik heb nu nog schijfjes over en dan steek ik dat er weliswaar in. Hè. Ah, fantastisch. Ik ga dat overschiet. Dat steek ik hier nu. Katrijn zegt, zit er in tussen de vis? Heb het net gemist. Alida, heb je een verrassing gedaan tussen de vis? Maar het is eigenlijk nog te weinig, want met mijn handen... Doe maar. Ja, ik weet waarom denk ik. Some pepper ertussen. Voilà, Katrijn, goed dat je het vraagt. Dan krijgen we er wat peper tussen. Lila, je kunt bij mijn vis misschien zo'n chili erbij hebben, hè? Ja. Die was wel waanzinnig lekker. Ik zal hem nog eens... De Filip zegt, ik doe daar ook tijm bij. Ja, dat is inderdaad een goeie. Mm. Je hebt tijm, wat is dat anders? My god, je is straf. Dille is ook altijd wel lekker. Heidi, goedenavond, welkom erbij. Fulvia, top. Amai. Ik ga eens even zien. Ik wou er ofwel komijn nog bij doen. Zoek maar. Ik volg. De camera volgt. We gaan eens zien. 2 minuten en de rijst is klaar. Oh my god, heb je gezien hoe snel dat gaat? Je ziet die zo mooi? Kijk. Hier, er is geen water niet meer. Allee, je ziet nog een mini beetje broebelen. Voilà. Maar dat is exact wat ik wou. Deze wil ik. Voilà, korreltje per korreltje. Nooit korreltje. Roeren in uw rijst. Nee, nooit niet zo roeren, hè, want dan krijg je de rijst. Ah, dan kom ik nooit niet uit. Dus. Amélie, goedenavond. Nee. Dus, ik doe er ook nog... Ja, jullie kunnen dat niet ruiken, maar komijn... Oh, ik vind dat echt fantastisch. Ah, fantastisch. Kruid. Cool. Wat is het voordeel van een biokruid? Dat je echt kan zien wat erin zit... Als je gewoon kruiden koopt, kan het zijn dat ze daar gewoon al zout bij doen, suiker bij doen, dextrose bij doen en smaakversterker bij doen. En dan gaan jullie zeggen, zie, maar mijn tame, die is keilekker. Nee, dat is gewoon een hoop bucht. Maar je verstaat wat ik wilde zeggen, hè. Dus belangrijk van te kijken en te lezen. Want je ziet, het zakje dat je van de viswinkel krijgt, bing, je prijs. Ik doe daar een mini beetje water bij. Oké, cool om te zien. Echt, een mini. Waarom doe ik dat? Door de warmte... Hier in de oven gaat dat eigenlijk toch verdampen, maar dan blijft het eigenlijk ietsje, hoe moet je dat zeggen? Ja, niet droog. Smeug. Ja, smeug, gelijk de matcha spread. Niet droog. Niet droog. Hoe is het met ons wortelen? Wacht. I wanna see them. Wacht. Oké. Veilig. Ja, veilig. Veilig en wel. Lila, ik moet zeggen, je doet dat schitterend. Echt waar, want ja... Ons worteltjes. Perfect. Met look en dingen. Wauw, dat raakt al lekker. Look, my god. Ajun, dennenpietjes. Zonnepieten. Goedemorgen. Zonnebloempieten. Oké, cool. Ja, dat is top. En een andere vis, Lila? Wacht even. Begin honger te krijgen. Is mijn shaker helemaal op?
Dat is wel een goed ding. Wat is die man een shaker? Dus hier nog 20 seconden, kijk. 20 seconden, oké. Okay. Anders wil dat scherm niet draaien. 12, 10, voilà. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ah, yes, voilà. Hij is klaar. Hij is klaar. Hij is perfect. Hij is perfect. Ik heb er niks op te zeggen, het is gewoon perfect. Bangelijk recept. Goed gemaakt, Alida. Dat is een topper. Voilà. Voilà. Dat is al. Hey Amber, welkom erbij. Dus al diegenen die niet weten hoe dat ze moeten koken. Gezond en lekker en goed voor de slanke lijn. Welkom bij Alia en Alida thuis. We gaan dat proberen iedere avond te doen tot en met 3 april. Daarna is het vakantie. mijn shaker ergens gezien? Ja, ginder. Maar ik zal die wel pakken. Voilà, ik draai de schermen even. Welkom erbij, hè. Spring ertussen. Want ik zeg dat aan jullie, drink hem op. Hij is zo goed als op. Voor mij is dat het perfecte. Natuurlijk, hè, ik heb de rhythm nu bijna 5 jaar om slank en gezond vrolijk rond te lopen. Ik heb zo... De laatste is zo... Oh. Voilà, hij is helemaal leeg. Dat is het perfecte ritme om dat vol te houden. Dat je zegt van, ja, dat is mijn uur dat ik eigenlijk honger heb. Oké, nu stukken aan het snijden. Ze doet dat super. Dit is een mooi formaat. Dankjewel. Format. Ah, format. Oké, okay, cool. Dankjewel. Dankjewel. Super lief, Filip, dat je dat schrijft. Hier, kei lief. In het scheel van de pot. Oké. Okay. Be creative. Voilà, hè. Maar dat is zo'n Pyrex-pot, hè? Maar dat gaat er perfect in. Ben jij gesponsord door Pyrex? Nee, dat komt van de oma, denk ik ook. Voilà. Een beetje olijfolie? Ja. Mag je daar zoveel olie gebruiken, Alida? Ga je daar niet van bijkomen? Nee. Zou je niet goede kopere zonnebloemolie kopen? Of koolzaad of raapzaadolie? En doe je dat ook niet in je matcha-sprit en ook niet in je choco? Nee, dat doen we natuurlijk niet. Voilà, cool om te weten, hè. Wacht, hè, het is ook wel heel plat, maar het is goed. Die is goed, die is raap, dus ja. Kijk, lekker. Ik doe nog wel een beetje... Misschien wel plezant om eens te laten zien hoe zot de lijn van citroenen is. Dus, maar hier heb ik de jus van de citroen. Was eigenlijk de bedoeling van er nog meer jus op te doen, hè, Nijke. Ik zie dat jij nu al top drinken, dat is niet echt de bedoeling. Ik eet zelfs die pieten op, hè. Ik vind dat waanzin. Zalig lekker. Wacht. Maar hier. Voilà. Ian Thomas Alida stuurt net een berichtje van top lekker de immunity booster, hè? Ah, dat is leuk. Ah, voilà. Dat is een plezier. Ja, en werkt gewoon op jou. Super goed van de lucht. Wie? De Ian Thomas? Nee, ja, ja. Die denkt goed. Ik wil zeggen. De booster. Ah, oké, okay, cool. Dank je. Ik ga wel de pietjes eruit doen. Dan Ian vraagt, mag ik deze ook koud drinken? Ja, ja, je mag hem koud drinken, maar warm is beter voor je stem, Ian. En de luchtwegen. En de luchtwegen, dus... maar top, goeie vraag. Ja, en als wij peper gebruiken, wij hebben altijd zo alle kleuren van de regenboog. Zowel roze peperbolletjes, witte peperbolletjes als zwarte peper. Voilà, toppie. Hoe lang moet die vis erin, Lila, ongeveer? Dat is niet lang, hoor. Dat is 10 minuten en hij is dat klaar. 10 minuten. Goh. Het begint een beetje honger te krijgen. En dan is deze hier ready. Wacht. Ja, maar dat ik het weet. Dus na de vis gaan we naar deze. Ja, ja, dan kan ik iemand cameraploeg naar daar sturen, ze bieden. Ja, ja. Ja, jullie kunnen dat niet ruiken, hè. Maar dat is zo gedroogde tijm. Toch plezant, we hebben brave, stille kids en die alles eten. Hè? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, eten uw kinderen dat? Voilà. Ja, als kinderen eten dat. In plaats van een fishstick, dat scheelt. Dat is misschien voor onze minister, je weet wel de welke, ik zeg het nooit, maar degene die zo'n beetje... je kunt kinderen hebben die pech hebben met genen, maar de meesten geven dan ook fishsticks. Iemand die mij vraagt van, de matcha spread staat niet online. Hoe is het nu mogelijk? Dat moeten we gaan zien, hè? Ja. Ja. Oké, wacht, ik duik. Nee, maar misschien heeft hij nog nooit niet online gestaan gedaan. Maar jawel, ja, die is, maar Alida, we hebben al een paar honderd potten verkocht online. Hier, oké, alles zit erin? Ja,
Het is 18:57, 10 minuten of zoiets, Max? Ja. Rita zegt, vandaag in het zonneke vond ik het warm toch niet zo lekker. Ja, maar best niet koud drinken. Ik drink nu echt veel warm. Voilà. Maar ik ben ik en jullie doen wat je wil. Voilà. Koud is ten eerste al voor uw slanke lijn geen wereldtop. Nee, maar het kan gewoon zijn als dat lauw is of gewoon... Dus ja. Ijskoud, gewoon water van de, allee, zoals wij water van de kraan hebben. Nee, wat ik wou zeggen is, ja, de ene wetenschapper, als we het even over corona hebben, de ene wetenschapper zegt van, kijk, het is beter van warm te drinken. De andere zegt van, ja, je moet niet warm drinken, het heeft geen zin. Goh, weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Van die kleine dingetjes, als het ons kan helpen, we don't know. Heb je warm te drinken of koud? Voilà. Daarom dat we toch vers eten, zo in deze tijden, weerstand opbouwen, is even goed door een frisse neus buiten in uw tuin of uw kamers te verluchten. En ja, verse groentjes te eten, met een hoop oxidanten en mineralen, dat je je lichaam zo sterk mogelijk maakt. En goed slapen. Heel belangrijk, zie dat je voldoende nachtrust hebt, want een daling van je immuniteit komt ook heel snel als je te weinig slaapt. Dus niet te veel Netflixen s'nachts. Echt een tijd pakken voor ook te slapen. Maar leuk nieuws, Alida. Goed dat je het even zet over slapen. Een skinny lover die... Goh, ik weet niet meer hoe lang bezig was, maar even. En die zei, ik heb 10 jaar lang niet goed kunnen slapen. En nu slaap ik fantastisch. Hoe zot is dat? Dus, plezant, hè? Ja. Rita, ja, dat had ik al gezien. Vivian is erbij. Vivian Welk. Anneke, die schrijft hier, top inspiratie. Ik was bijna frieten beginnen maken voor rap te zijn bij de Biokip. Maar toen ik u bezig zag met die wortelen... dacht ik, hey, zo lang duurt het niet. Dus nu worden het ook wortels met volle rijst. En het is bijna klaar. Dus voilà, merci voor het filmpje. De Filip vraagt morgen om welk uur, Alain? Vraagt dat eerder dan Alida. Alida, om hoe laat morgen? Same hour? Of een beetje vroeger? Of is dat goed? Nee, wat willen jullie? Is dat te vroeg, te laat of is dit perfect? Is 6 uur voor iedereen oké? Okay, 18 uur? Voilà, dan doen we 18 uur. Mijn live voor het ontbijt, dat weet je, dat is ongeveer... Allee, dat scheelt tussen 8 en 9. Morgen is het vaderdag en de kids zijn bezig en waarschijnlijk ga ik pannenkoeken krijgen, maar dat weet ik nog niet. Dus ik ga niet zeggen van, tja, ik kan dat niet eten. Jullie kunnen dan meegenieten van mijn pannenkoeken. Dan zien jullie ook van, tja, die Alain, die net dat wel. Alida, hoe is daar? Wacht, ik kom even filmen. Ik duik er even mee in. Ja, ik heb de worteltjes, want die zijn eigenlijk ready. Dus ja? Ik heb die hier van onder gezet, dat die minder warmte krijgen. Dus de kabeljauw doet het goed. En hier zijn de twee vrienden. Hoe heet hem nu weer? Het zijn dan naam al kwijt. Wacht, Forel en een ander was? Ik zit ook kwijt. Hoe kan dat nu? Hier, deze is aan het voorpluttelen. Het was niet makreel, hè? Nee, maar nee, het was geen makreel. Het was een of andere haai. Ik weet het niet meer. Nee, dat is ongelooflijk. Voilà, horen jullie? Voilà. Ik heb daar wel een beetje... Ja, wat heb je gedaan? De laatste van onze pot, Fleur de Sel. Oké, okay. Ja, Fleur de Sel. Dus morgen 18 uur, same time, same cooking. Alleen nee, other cooking. En we schrijven hier scenario's, dat is ook leuk dat je dat weet. Voilà, wil ik dat Anneke zeggen. Nee, van Zalijn die zei, Alida, ze weet koken hè. En ik denk dat 10 minuten ervoor zat ik gewoon nog aan mijn pc. Alida, ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Wat? Je hebt nog 1 minuut en 40 seconden op Instagram. Instagrammers, ga naar Facebook, wil je het einde zien? Maar ik denk dat je veel hebt gezien. Het is niet meer moeilijk, alles is af. We zullen op Instagram de klaargemaakte schotel klaarzetten. Hè? Dus Instagrammers, ga naar Facebook. Ik zou zeggen, hier, naar de Facebookpagina en je kan voortkijken. Ik denk anders... dat het belangrijk om te weten is, ja? dat zakt al, hè? Zoals de spinazie. Je ziet, en dat begint te blinken. En dat bedoel ik, als je dat blinkend spul hebt... Dat is van de olijfolie. Ja, maar nee, zo dat donkergroen blinkend. Draai maar eens om nu. Ja, maar ik heb je al omgedraaid. Ah, oké. Okay. Maar dan ga je zien, dat is echt de perfect storm. Dan is het perfect. Want dat mag zo geen platte troela worden, hè? Nee, het gaat niet. Zeg, Alain, het staat hier nog maar 30 seconden op. Nee, perfect, hè. Top. Maar het wordt wel, hè? Ja. Platter en platter. Dat mooi, wel, mooi. Hè? De volume was daar juist zo. Hè? Ja, schitterend. Instagrammers, tot straks 45 seconden. Oh my god, jullie gaan het missen. Zie, dat bedoel ik. Ja, ik zie het. Zie, ja, nu zie je het verschil. Dat wordt zo donkerder. Voilà, dan is hem eigenlijk perfect. Wacht, hè, dat ga ik toch in mijn mond steken al. Een dier. Oh, maar dat is fucking hot. Mm. Ja, ik zie het. Zie je het? Wacht, hè. Ik ga hem hier proberen te draaien. Mm.
Wel, dat is eigenlijk de perfecte timing. Als je dat kan doen, dan lust alle kindjes van de wereld dat in iedere skinny lover, in iedere mens. Ja. Dus dat is belangrijk. Dus je moet gewoon goed mee beneden. Hey Nicolas, bonsoir. Voilà, zin is. Alida is aan het koken. Voilà, Nicolas is mee aan het loeren. Nicolas zit op de Caraïbe ergens een live gevangen vis te eten. Ja, hey, by the way, uw post van uw vis was wel graag. Ja. Heb jij die gevangen of heeft de Frank die gevangen? Voilà, Instagram is op stap. De live video is beëindigd. Dat is ook gemakkelijk voor mij, dan kan ik tenminste met één hand rondlopen. Dat scheelt al een pak. Voilà. Top. Ziet er fantastisch. Nicolas, als je nog wat tips hebt, voilà, als topkok, is het plezant. Doe maar. Hup. Voilà, hè. Lekker. Je hebt dat schitterend gedaan, Lila. Live cooking. We zijn er bijna. Vanavond gaat hij op de barbecue, zegt de Nicola. Ah, is het waar? Ah, cool. Misschien kun jij livestreamen, dan gaan we allemaal volgen. Nicola is toch al een hoop kilo's kwijt met Skinny Love, maar zit nu even aan de andere kant van de wereld op een boot. Misschien wel het ideale moment om dat te doen, dacht ik. Zie, dat is bangelijk, hè? Ja. We zijn er bijna. Zonder Ayana, hè? Ja. Deze zonder Ayana. Gewoon relax. Rien du tout dedans. Ik ga nog een stuk eten. Alleen een beetje fleur de sel. Van dat grof zeezout. Mm. Dat hebben we erbij. En bangelijke olijfolie. Dat is top. Mm. Lila. Yes. Hoeveel minuten is er nog? Voordat alles ready is of kan alles is een bot presseren? Dat is klaar. Dit is eigenlijk ook klaar. Want dan kan ik daarna op Instagram of op Facebook de want alles is ready, hè. Je hebt dat schitterend gedaan, denk je? Voilà. Yes. Hoeveel minuten nog de fish hier dan? Wacht, hè. Nee, ik moet mijn andere. Panala. Nee, op deze. Cool. Tussen alle PC's en GSM's is het dan zo. Ja. Ik duik er terug mee in de oven. Heb je tafel al gedicht? Nee, dat is voor ze beat. Ja, nee, de kids hadden dat gedaan. Ah, voilà. Nee, moet nog even. Nog vijftal minuutjes. Voilà. Maar, Alida. Eerst en vooral, proficiat van mij en ik denk van gans de bende. Wacht, mag ik zien de vis? Duiden. Ja, je ziet het eigenlijk. De vis op welke temperatuur en hoe lang, vraagt Rita? Ah, wel, dat is een goede vraag. 180 graden. Dat al zeker. En dat was al zeker 17 minuten. Nee, dat waren de groentjes. 10 minuten. We zitten nu aan 12 minuten. We zitten nu aan 12 minuten op 180 graden. Cool. Ja. Maar dat was voor die... Hoe noemt hem dat? Voor hem en die andere. Die is een vriend. Voilà. Voor de kabeljauw, dan zit hem maar rond 10. Omdat voilà. die zo'n volk, de grote vis eigenlijk, zal ik maar zeggen, zo die forel, dat je zo dat huid hebt. Ja, dat is ook dikker, hè, dus dat heeft iets enkele minuten meer nodig om volledig gaar te zijn van binnenin. Voilà. Maar dat mag echt niet langer, hè, zoals een kwartier of zo, want dan droogt dat helemaal uit en dan is het niet lekker. De Philips zegt hier, yes, de cameraman heeft ook 10 punten, maar Alida heeft ook 10 op 10. Go. Dus morgenavond, 18 uur, zie je ons terug. Was het geen zeebaar, zegt Sandy. Ja, dat was het. Amai, alleen Alida. Ja, als ik tijd krijg, dan maak ik een brain love. Voilà, dat is een hele goeie. Nicola, Nicola, nog een tip. Ik zou zeggen, als je de aluminiumfolie overdoet, dan heeft het veel minder lang nodig. Nicola, thanks voor de tip. Voilà, ja. Want Nicola is een pro-chefkok. Ja. Daar kunnen we heel veel van leren. En het is niet een pro-chefkok alleen, maar hij heeft ook passie voor het vak. En is een crack in het vak, dus dat is wel top. Thanks, Nicola. Oké, we gaan naar tafel. Dat is lekker. Voilà. Ik post zo meteen een foto hoe dat er wat uitzag op Instagram. En op de community. We love you. Tot morgenavond. 18 uur live. Voilà. Als je tijd hebt, like even. Nee, niet liken. Ja, je mag deze liken en delen en whatever. Maar ga eens naar YouTube. Zoek Skinny Love België. En volg ons. Dat zou fantastisch zijn. We zouden daar 1000 volgers moeten zitten. Dan kunnen we daar ook live gaan streamen. Zou super lief zijn. Ga ook naar de community als je daar nog niet op bent. En post eens in deze tijden. Ook leuk voor ons. Want ja, hoe plezant is met Skinny Love? Waar heb je? Slaap je beter? Whatever. Ben je kilo's kwijt? Ben je gelukkig? Wel, doe dat even. Dat zou ook ons helpen. Dat geeft ons ook de vibe, weet je? We love you. Groetjes van Alain. En kom er even bij, hè, Lida. Cool. Bye-bye. À demain. Bye-bye. Schitterend gedaan, Lila. Bye-bye.